Je schreef 27 boeken. Ja. Waaronder één over zelfanalyse. Ja. Waarin je jeugd een belangrijke rol speelt. Ja. Naar aanleiding van die zelfanalyse en de consequenties die je daaruit trok, zeg je, ben ik eindelijk volwassen geworden? Ja, zo vind ik dat zelf, ja. Ja. Maar eerst wil ik wat over je jeugd spreken. Ja. Het is zo dat je moeder over je vader zei, hij is een beul. Ja. Is dat terecht? Nee, als je een beul ziet als een scherpe rechter, die de ander de intentie heeft de ander kwaad te doen, of het leven te beroven of wat dan ook, dan was hij dat zeker niet. Als je zegt, was zijn optreden in zijn driftbuien zodanig dat het bijna vernietigend was voor mijn moeder en ook voor de kinderen, dan zeg ik ja. Ik herinner me dat ik als heel klein kind, voor zover je die tijd nog kunt herinneren, alleen maar vreselijk bang voor hem was. Behoudens, op sommige momenten, als hij dan zelf heel rustig was, dan ging hij op de bank liggen en dan wou hij dat ik bij hem kwam liggen rusten. En dan speelde hij met me. Dan was hij heel teder, denk ik, en heel lief eigenlijk. Maar overwegend als kind heb ik een beeld gehad van een man die plotseling geweldig kon exploderen, enorm kwaad kon worden. En dat was echt niet mis wat er dan gebeurde. Bijvoorbeeld dat hij mijn moeder op de grond smeet en in de buik schopte enzovoort. Dat was echt waar je bij was als kinderen. Dat was heel angstaanjagend. Want hoe lag je bijvoorbeeld dan bij hem op de bank? Oh, hij vond het heerlijk om s'avonds na het eten, als hij de hele dag hard gewerkt had, om te rusten. Ja. En dan zei hij, Frankie, kom je eens die vangen. En dan ja, dan wou hij dat je zo tegen een dikke buik was, net zo dik als ik nu ben. En dan zeg ik tegen je buik aan kroop. En hij binnen de kortste mogelijke tijd, dan lag hij te snurken. Oh. Maar je was toen niet bang? Je was niet bang van dadelijk echt? Nee, dan was je helemaal niet bang, want dan had hij een heel andere uitdrukking. Ja. Heel ander gezicht, dan was het een hele zachte, vriendelijke, belangstellende man. Maar zodra hij weer in zijn gewone leefritme van alle dag was, en met name als hij contact had met mijn moeder, dat was altijd oorlog tussen die twee. Hoe kwam dat? Ja, dat is ook weer vrij erg. Mijn moeder kwam uit een heel streng zwarte kousenkerk milieu. En kreeg op een gegeven moment jong, terwijl ze met mijn vader verloofd was, reuma. Acuut gewrichtsreuma. Ze woonde in Baanbrugge, dat was zo'n heel speciale kerk, die is er nog. En daar kreeg mijn moeder van de dominee te horen dat ze afgestoten was als rot lid van de kerk. Want ze was niet in de kerk gekomen, maar had wel op zondag met mijn vader gewandeld. Dit was één van de momenten, hij was haar verloofde, dat hij ontzettend kwaad werd en uit woede uit die kerk stapte. En in die crisisperiode van hun verlovingstijd is mijn vader dus atheïst geworden, helemaal doorgezet. Antichrist kun je zeggen. Hij schold op alles wat kerk was enzovoort. En mijn moeder werd spijt op tand, die dat niet meer durfde te zeggen. Nee. Want als ze het woord kerk of iets noemde, dan kreeg ze meteen van mijn vader langs. En hoe was het tegenover jullie? Mijn moeder die probeerde, als mijn vader niet thuis was en ik had bijvoorbeeld griep en ik lag thuis in bed, dan kwam ze de kinderbijbel voorlezen. En dan zei ze pas op dat hij het niet merkt, want dat mocht niet. Hoe vond je dat? Nou, ik als klein kind voelde ik me daar reusachtig bij, want mijn vader was dan toch een beetje griezelige figuur voor me. Mijn moeder die zei, ja, dan liet ze me die kinderbijbel zien met die plaatjes van Jezus in een witte jurk. En dat was een hele mooie, lieve man die je er zag. Ja. En dan zei ze, dat is een hele lieve vader voor je. Maar die andere is een beul, die echte. Dus ik vond toen in die tijd een grote steun aan mijn moeder. Maar het was natuurlijk een heel kinderlijk geloof. Het was gewoon poppetjesgeloof. Maar tenminste, zoals ik het als kind natuurlijk ontving. En later, toen ik wat ouder werd en ik zag hoe mijn vader en mijn moeder met elkaar omgingen, toen gingen er twee dingen bij om. Het ene was dat ik als jongen natuurlijk toch het gevoel had dat ik zoals mijn vader moest zijn. Ik was de enige zoon. En mijn vader die wilde van alles van mij maken later. Dus enerzijds had ik het gevoel, ik moest me identificeren. Aan de andere kant kon ik dat eigenlijk niet, want vond ik een vreselijke man en was ik bang voor hem. En dan had ik dus een voortdurend heen en weer slingeren tussen die twee polen. Dus of bruut atheïstisch worden en het tekeer gaan enzovoort, zoals mijn vader. Of ja, eigenlijk toch maar in die religieuze sfeer van mijn moeder blijven hangen, zou ik maar zeggen. En daar heb ik heel veel jaren mee heen en weer geslingerd. In de verdere loop van je leven, heeft je vader daar ook nog een belangrijke rol gespeeld? Ja, hij heeft
Om te beginnen, ik was als klein kind ontzettend geïnteresseerd al heel gauw in filosofie. Heel gek, maar kinderlijke filosofie las ik. Hè. Ja. Dus populair wetenschappelijke boekjes enzovoort. En heel frappant is dat ik gepakt ben op een gegeven moment door Schopenhauer. Wat natuurlijk veel te moeilijk is voor een kind op die leeftijd. Ja. Ik snapte er de ballen van. Welke leeftijd spreek je over? Nou, 10, 12, 13 jaar. Dat is heel ongewoon. Ik las heel veel als klein kind. En ik snapte er dus de ballen van, zeg ik net. Maar toch, het gekke was dat Schopenhauer, die had narigheden met zijn moeder. En dat werd ook in de inleiding van het verhaal beschreven, iets over zijn leven in dat boek. Hè? Ja. Nou, dat snapte ik natuurlijk veel beter als kind. Ja. Dat kon ik wel. En dat soort dingen, elke keer gebeurde dat als ik met filosofen bezig was. Nietzsche die had het over, als je naar de vrouw gaat, moet je je zweep niet vergeten. Oh. Nou, dat dacht ik aan mijn vader. Ja. Hè? En dat soort dingen. Ik haalde overal, vond ik dingen die pasten in de narigheden of de problemen die ik om me heen zag. Ja. Dus het was voor jou toch wel een. Je probeerde daar een weg in te vinden in de filosofie, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat werkte dus op een gegeven moment. Nee, dat kon helemaal niet werken, want ik kreeg er zo ongelooflijk voor op een donder toen mijn vader erachter kwam. Oh, ja. Ik had zelfs in bed had ik een speciale installatie gemaakt. We hadden een huis met 3 etages. En ik sliep op de derde. Ja. En dan was er een krakende trap. En op de eerste etage was een portaal, dat was de slaapkamer van mijn ouders. En mijn vader die kon dan die trap opkomen en hoorde hij die treden kraken als hij naar boven kwam. En als ik dus die boeken ging lezen, en mijn vader had gezegd, die rotzooi wil ik hier niet meer zien. Hè? Dat soort boeken, dat mocht niet, dat waren allemaal rotzooi. Had hij ze zelf wel gelezen? Of, vast niet. Nee, vast maar niet. Dacht hij over het leven na? Of? Ja, oh ja, hij dacht heel monomaan, op een hele speciale manier. Ja? Maar hij was dus zo agressief over dat soort dingen, dat ik dan een magneetje, een lampje met een contactje had gelegd onder de loper. En dan kon ik met een lichtje in bed kon ik zien, een klikkertje, dat mijn vader ook eraan kon komen, dat iemand de trap op kwam. En dat was allemaal verborgen. In een soort tent lag ik onder de dekens met zo'n lampje te lezen. Niet te geloven. Ja, ik was er echt doodsbang voor. En dus dat hele doorgaan toen ik groter werd met filosofie, dat was het niet. Nee. Toen zei ik psychologie. En daar werd hij net zo waas woedend over. En dan zei hij, ja, die psychologen, die jongens, die oude hoeren maar wat, zei hij dan, die weten helemaal niks. Ze weten niet eens hoe hun eigen lichaam in elkaar zit. Word jij nou maar arts? En later werd het nog sterker. Toen werd het zo dat als je niet de geneeskunde gaat studeren, dan onterf ik je. En toen werd hij bijzonder agressief erover. Ja. En pas toen hij op een gegeven moment hersenbloedingen kreeg en halfzijdig verlamd was, was ik niet meer zo verschrikkelijk bang voor hem. Nee. En toen was ik al in de 30. Ja. Ik heb angst gehouden tot het eind van zijn leven voor hem. Altijd. Ik ben altijd bang voor hem geweest. Terwijl hij eigenlijk nauwelijks enig fysiek geweld heeft gebruikt. Ja. Gevolg was dat ik net zo'n driftkop werd als mijn vader. Ik werd ook enorm driftig. En ook naar je kinderen weer hetzelfde? Nou, dat is voor mij heel moeilijk om dat te reconstrueren. Ik weet zeker dat ik een paar keer behoorlijk agressief en driftig tegen ze geweest ben. Ik heb ze nooit mishandeld of zo. Nee. Hoor. Geen ongelukken gemaakt, helemaal niks. Geen sprake van, maar dat ik wel heel erg schreeuwde en tekeer ging. Maar bij mij was de agressie veel minder tegen de kinderen en tegen mijn vrouw Nelly gericht dan wel tegen de dingen die ik in mijn vak zag. Daar ging het, mijn agressie, mijn woede en verontwaardiging over onrecht, zou ik maar zeggen, als je het zo mooi wil noemen. Ja, ja, ja. Dat richtte zich helemaal op wat ik zag als misstanden in de psychiatrie. En daar is het echt een hele tijd ongelooflijk heftig geweest. Dat ik tekeer ging tegen het elektroshocken op een verkeerde manier. Ja. En weet ik waar ik overal tegen tekeer ging. Ja. Maar niet thuis. Niet tegen, thuis. Nee, niet, ja. Ik heb thuis enorme driftbuien gehad, maar die waren niet gericht tegen mijn kinderen of tegen mijn vrouw. Maar die waren allemaal verbonden met oorlogsherinneringen. Dat was een tweede bron. Ja, er waren twee fronten. Ik leefde aan een twee fronten. Dus je vader heeft een belangrijk aandeel daarin geleverd? Ja, ja. En gewoon even om helemaal terug te gaan. Hè? Hoe denk je dat je als kind in dit leven komt? Je zal wat genen hebben die misschien nog wat erfelijke. Maar kom je toch als een vrij blank blad in deze wereld, denk je? Nou, als je het aanneemt dat de levenservaring wordt vastgelegd, zowel in het denken als in het voelen, ook in een herinneringspatroon wat vast in je ligt, dan ben je in die zin blanco als je geboren wordt. De levenservaring moet ingevuld worden. Want bijvoorbeeld, herinner jij nog
als heel jong jongetje, dat je je vrij onbevangen in het leven stond, zonder al die frustraties? Nee, vanaf het begin? Nee, ik heb altijd angstig in het leven gestaan. Altijd? Tot 10, 15 jaar geleden nog. Zo. Met heel veel angsten. Dus zover je herinnering gaat? Angst. En verdriet. En was dat nou iets erfelijks of was dat nou of de confrontatie met het gezin? Ik denk dat je dat nooit uit elkaar kunt halen, dat het alle twee telt, maar de huiselijke oorlog plus de oorlog erbuitenomheen, de oorlog met Duitsland, dat waren twee reëel deprimerende factoren. Ja. Tegelijkertijd geloof ik dat mijn manier om zo emotioneel te worden en zo heftig te worden ook iets te maken heeft gehad met de genen van mijn pa. Ik smeet met rotzooi door de kamer en ik zoop te veel in die tijd ook, 's avonds. Als die oorlogsherinneringen boven kwamen, dan begon ik te zuipen. Of als ik ging zuipen, dan kwamen de oorlogsherinneringen boven. Hoe dat precies zat, dat weet ik niet eens meer. En dat heeft een jaar of 8 geduurd. Ja. Je maakt een oorlogsperiode mee. Ja. Beschrijf dat eens in 1 of 2 voorbeelden, wat je daar meemaakte en hoe je dat verwerkte. Het voor mij het meest karakteristieke wat er in de oorlog gebeurd is, dat was dat we op een avond thuis zaten. Het was speeltijd om 7 uur. Kwam er ineens door de Lessenstraat een dunne politiewagen aanrijden. En voor ons huis stond een landwachter met een fiets. En aan de overkant, daar woonden goede vrienden van ons. Mm-hmm. En een jongen die ik heel goed kende, die stond daar. Die was iets ouder dan ik, maar die kwam veel bij ons thuis. Die was een heel aardige jongen, hadden goed contact. Die stond daar in de portiek afscheid te nemen van zijn vriendinnetje die ook in die portiek woonde. En dat was 2-3 minuten over 7. Net, de speertijd was net ingegaan. De groene politie komt aanrijden, ziet die jongen in de stoep staan. En de wijst naar de landwachter en geeft die opdracht om er wat aan te doen. En die vent die neemt zijn geweer en zijn karabijn en die schiet die jongen zo een pas kogel dus kop dood. Maar was daar een reden voor? Hij was 2 minuten te laat nog op straat. Hij stond niet binnen, hij stond buiten. Dat mocht niet, dat was speertijd. En dat zag je vlak voor je ogen gebeuren. En mijn jongste zuster en mijn moeder stonden naast me. En die grepen mij en die drukten met 1 hand mijn mond dicht en drukten hem op de grond. Want, daar hadden ze natuurlijk voorkomen gelijk in. Als ik daar door die ruit heen was gaan slaan en schreeuwen, dan hadden ze op mij geschoten. Maar dat mensen die van je houden je dan machteloos maken om iets te doen als je een ander ziet vermoorden. Ja. Ja. Dat is zo'n krankzinnig soort tegenstelling. Ja. Van je doet niks en je laat het gebeuren. En degene die van je houden, die maakt het je onmogelijk om iets te doen. Ja. En toch is het goed dat ze dat gedaan hebben natuurlijk. Ja. Die machteloosheid, dat is voor mij het meest kenmerkende geweest van de oorlog. En het gevoel van het oppotten. En dat was ook toen ik na de oorlog in de psychiatrie kwam. En ik zag daar dingen gebeuren die natuurlijk een hele andere oorsprong hadden. Van het nazisme had het allemaal niks mee te maken. Maar waar toch ook mensen op een hele rare manier vaak onderdrukt werden. Toen kwam er bij mij een soort gevoel van, nou kan ik, nou als ik het nou eens, ja en hoe. De knopen van de vloeken komen er nu bijna uit nog. Hè? Van god, nu zal ik de hele rotzooi, dat geschoot. En ik schold dus ook psychiatrische collega's uit. En ik zei vuile SS'ers. Nou, dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Begrepen ze dat niet? Ik zei het niet, Frank, kom eens even hier. Ik geloof dat het tijd is. Hadden ze dat gedaan? Even met jou praten? Nee, was het nou waar? Had ik maar een therapie gekregen toen en hadden mensen toen maar gezegd, jongen, je bent ziek. Ja. Want het gek was dat ik had het gevoel dat ik voor het recht opkwam en terecht voor het recht opkwam. Ja. En dat heb ik nog, dat gevoel. Alleen ik zag helemaal niet dat ik het op een volkomen onrechtmatige manier deed. Ja. Dat zag ik zelf niet. Jouw vader, die schijnt nogal erg je te hebben gestimuleerd tot dadendrang, hè? Ja, ja, ja. Je was verplicht te woekeren met je talenten. Ja, ja. Ik kan alle echt protestante uitspraken kan ik erbij halen. Hij was zo keihard zwart-wit calvinistisch in de ouderwetse zin van het woord, als je maar denken kan. Ja. Alleen, hij zette het om in precies het tegenovergestelde wat de cognitie betreft. Dus hij maakte met zijn redenaties maakte een totaal andere indruk. Maar wat hij dan zogenaamd vervloekte van de kerk, nou, dat was misschien een naar deel van de kerk gedeeltelijk, maar dat zat precies in hem. Ja. Dat is een vreemd patroon is dat, hè? Dat mensen reageren tegen datgene wat ze eigenlijk zelf zijn. Of verkondigen. Of...
Ja, dat heb ik dus net zo gedaan. Ja. Dat is met mij net zo gegaan. Ja. Ik vond het ergste wat thuis bij ons gebeurde, de driftbuien en de agressie van mijn vader. Ja. En wat krijg ik later? Driftbuien en agressie. Ja. Wat je precies probeert te vermijden. Maar ik vind dat bijna een mechanistische verklaring misschien. Maar het is net of je zegt, je ziet zo'n stoomketel ontploffen. Ja. En dan denk ik, dat wil ik niet. Dus ik hou bij mij de stoomketel, de deksel flink vast. Ja. Maar dan ontploft die dus. Je houdt jezelf voortdurend in en zit je voortdurend te ergeren. Ik heb dat heel concreet meegemaakt toen ik tegen die wantoestanden in de psychiatrie de keer ging. Ja. Dan ging ik naar vergaderingen toe. En ik wist waar ik kwaad over was. En dan dacht ik, nou ga je niet te keer. Nou ga je er rustig heen. En wat die of die ook zegt, rustig blijven. Ja. Nou, dan liep ik naar die vergaderzaal toe en dan had ik een gevoel, als ik het nu zou kijken, zou ik een hartinfarct van krijgen. Boom, 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 dat bonst in mijn kop. Ik had gewoon, dan kreeg ik echt een hoge bloeddruk, heel duidelijk voelbaar, met een enorme hartslag. Nou ja, dan zat ik 5 minuten en dan begon ik heel vriendelijk. En dan kwam die opmerking, nou, boom, en dan stond ik op en dan smeet ik de deur dicht, de kalk vloog uit het plafond. Maar ik was volkomen driftig. Is het zo dat in de psychiatrie het niet zo is dat je als het ware pas mensen kan helpen als je jezelf een beetje onder controle hebt of als je zelf een beetje door hebt wat er met jezelf aan de hand is? Ja en nee. Laat ik het iets anders proberen te zeggen. Dat is als je echt niet in de gaten hebt waar je eigen blinde vlekken zitten, dan doe je wel degelijk verkeerde dingen. Ja. Dat heb ik heel duidelijk gemerkt. Mm-hmm. Ik heb in de tijd, om te beginnen, tegenover vrouwen veel te veel een macho-lijn aangehouden in de therapie. Ik bedoel, als er huwelijksconflicten waren, dan had ik bijna altijd de neiging om, dat is alleen de eerste jaren van praktijk geweest hoor, maar om in het conflict te denken, nou ja, die vrouw moet zich ook maar een beetje aanpassen aan die man. Hè? Had dat ook iets te maken met de relatie tussen je ouders? Ja, dat had het natuurlijk. Heel vreemd, dus eigenlijk trok je partij daarin voor je moeder, althans die stond dicht bij je. Ja. Alleen je zag haar neurotisch reageren op je vader. Ja. En je vader, waar je eigenlijk tegen verzette, identificeerde je toch enigszins mee. Ja. Dus dat was ook wel heel dubbel. Dat was ook dubbel. Ja. Het begon dat ik heel erg aan een moederskindje was. Ja. En later werd ik een tijd lang zeg maar een vaderskindje. Ja. Maar dat was niet uit vrije wil, dat was meer omdat je vader behoorlijk druk op je zette, of? Ja, maar ook omdat je... Ik vond het natuurlijk ook een geweldenaar. Niet alleen geweldenaar in grofheid, maar ook... Hij kon bergklimmen, hij zwom lange afstand, hij kon dit, hij kon dat. Allerlei dingen waar ik... God, mijn vader, dat was een geweldige figuur. En in die huwelijkstherapieën, in die tijd, in het begin van de psychiatrie... Zat ik helemaal aan die kant van die identificatie met mijn vader. En later is dat weer duidelijk afgebroken. Ja. Heel duidelijk. Kwam dat pas na die zelfanalyse? Of daarvoor? Want op een gegeven moment, je collega's hielpen je niet. Nee. En op een gegeven moment kwam je tot de conclusie, er is wat mis met mij. Ja, maar die collega's hielpen me niet. Dat mag ik niet eens zo zeggen. Die collega's kregen geen kans om mij te helpen, want ik vond niet dat ik geholpen hoefde te worden. Nee. Ik was stond en gewijs. En ik wist wat ik was en ik was geweldig. En maar zo komen natuurlijk wel meer mensen in een psychiatrische kliniek. Natuurlijk, ja, oké. Okay. Ze hadden ook wat moeten doen, denk ik. Maar dat deden ze niet, maar dat kwam ook omdat ik onwillig was. Ja. Een patiënt kan je niet tegen zijn zin gaan behandelen op die manier. Ja, ja. Dus ik gaf ze de kans niet. Nee. Dat is heel duidelijk zo geweest. Ja. Maar goed, je kwam mezelf gelukkig tot... Ja, die zelfanalyse, dat is eigenlijk zo gegaan. Kijk, ik voelde dus... laat ik nog even teruggaan, want ik had echt psychiatrische stoornissen. Daar hebben we het nou net over. Ja, maar ik had echte, hele duidelijke stoornissen. Als dit al niet genoeg is om dat aan te tonen, dan kan ik er nog wat bij geven. Ja. De voornaamste storing die ik had, waar je echt ziet dat is ziek, dat is niet normaal meer. Dat was dat ik aan de ene kant een krankzinnige hoge waarde hecht aan absoluut eerlijk zijn en altijd eerlijk zeggen wat je denkt enzovoort enzovoort. En dat deed ik ook heel streed, doe ik nog als het kan. Ja. Maar daar tegenover stond dat ik een aantal volstrekt bij elkaar gefantaseerde leugens vertelde na de oorlog. Die zijn begonnen in de oorlog, in het eind van de oorlog, en die hebben toch een aantal jaren na de oorlog voortgeduurd. Het ene groep leugens, dat was over mijn sportprestaties.
Ik vertelde dat ik de Mont Blanc beklommen had, de Matterhorn beklommen had. Daar ben ik er nooit op geweest. Op geen stukken na heb ik zelfs ooit zoiets gehaald. Maar ik vertelde tot in details. Ja. Als mensen vroegen, maar god, heb jij de eigen Noordwand gegaan? Ja, god, heb ik nooit gek. Ik heb je naam nooit horen noemen, want dat is toch wel wat... Ja, het begon met hele fantasieverhalen waarom mijn naam niet opgenomen was. Ik had het op de top niet in het boekje gezet. En weet ik. Allemaal onzin. En Nelly, die mijn vrouw, had het in de gaten. Ja. En die zei dan wel eens tegen me, hou nou toch op, waarom moet dat nou? Wat is dat voor onzin? Wat heb je daar nou aan? Ja. Ik deed er ook niemand kwaad mee op zichzelf, maar ik vertelde voorkom. Dat was één ding. En de tweede groep leugens, dat was een leugen verhaal rondom wat ik in de oorlog gedaan had. Ik heb in de oorlog echt helemaal niet veel gedaan, een paar kleine dingetjes, maar ik was 17, 18 aan het eind. Dus ik heb nooit verzetsdaden van enig formaat gepleegd. Maar ik vertelde dat ik met een handgranaat en een vrachtauto met de Duitsers erin had opgeblazen. En weet ik wat allemaal voor verzetsdaden, of dat nou zo geweldig zou zijn geweest of niet, laat ik nou ook nog in het midden. Maar dat vertelde ik allemaal. En dat kon ik niet laten. Dat was echt pathologisch liegen. En dat bleef maar doorgaan. En ik had daar een afschuwelijk rotgevoel bij. Toch? Ja, ik had direct de neiging van ik ga toch even zeggen dat het niet waar was. Ja, nee, dat durfde ik niet, want daar schaamde ik me voor. Ja. Want je moet niet vergeten, als je zo'n raar verhaal om jezelf opbouwt, je bent de grote bergklimmer, je bent de grote verzetsheld, weet ik wat je allemaal bent. Om dan te gaan zeggen, nou jongens, het is allemaal shit, het is niks, het is allemaal onzin, dat heb ik niet gedaan, dat is niet mis. Maar dus dat waren twee stukken, echt pathologie, twee stukken psychiatrisch ziektebeeld, waarvan ik begon te beseffen dat dat zo was door mijn huwelijk met Nelly. Ik denk dat Nelly, dat is zelfs voor het eerst dat ik dat zo zeg, dat merk ik nou ineens, nou ik over nadenk, dat het besef van het ziek zijn juist is ontstaan doordat Nelly daar heel wijs mee omging. Dus niet agressief werd, maar liet zien, jongen, dat is niet goed wat er met je aan de hand is. He, niet rotjongen, je mag niet liegen of zo, maar ja, waarom doe je dat? Dat is niet normaal. En Nelly heeft me dus daar steeds mee geholpen, daar bewust van te worden. En toen, op een gegeven moment, werd het een tweestrijd. Het werd een steeds groter. Ik zag onze zoons opgroeien en ik dacht, ja, die leven met een leugen. Die leven met een vader die is verzetsheld en weet ik wel wat het helemaal niet waar is. Het is allemaal nonsens. En ik kreeg het gevoel dat moet je wat tegen doen. Dat moet ophouden, dat gelieg. Maar wat ik er straks al zei, het is vreselijk moeilijk om je eerzucht te overwinnen. Want je hebt dan een soort image gebouwd dat je een geweldig iemand bent. Ja. Je weet zelf dat het nonsens is. Ja. Maar om tegenover je vrouw, je kinderen en je vrienden... Dan gewoon te zeggen, nou, hier zit een fantast, jongens. Niet in alles, helemaal niet, hoor. Nee. Maar in die opzichten ben ik een idioot en dat klopt helemaal niet. En ik ben helemaal geen held geweest. Ik heb Joden zien doodslaan, ik heb er niks tegen gedaan. En ik heb mensen zien doodschieten, ik heb er niks tegen gedaan. Ik heb, enfin, dat is het bekende verhaal wat je ook met mensen van concentratiekampen hoort, wat natuurlijk nog veel erger is. Ja. Dat ze schuldgevoelens hebben omdat ze niks gedaan hebben. Zelfs dat ze het overleefd hebben. Ja. Nou, op een of andere manier is dat toch in mij ook zo gaan spelen. Ja. En toen heb ik in 82 gezegd... Ja, nou, even. Je zegt, ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Ik moest een stuk eerzucht overwinnen enzovoort. Maar ook het gevoel van, ja, dan blijft er helemaal niks van me over of zoiets. Ja. Dan loopt de ballon leeg en wat is er dan? Ja, angst. Blijft er over. Hè? Dat je, als je jezelf moet erkennen dat je als mens inderdaad een dergelijke machteloosheid hebt... Ja. En dat jij geen uitzondering bent, dat je ook geen held bent die daar wat over kan doen... Dan word je ineens veel kleiner. Die opgeblazen ballon die valt terug tot een heel klein dingetje. Ja. Misschien ben ik daarom zoveel gaan eten om nog een stukje ballon terug te krijgen. Dat weet ik niet. Maar dat kan best. Dat is goed gelukt dan. Ja, dat is goed gelukt. Die buik is goed geworden. Ja. Maar dat is dus wat er gebeurt. En dan wordt die tweestrijd dus steeds groter. Mm-hmm. Tenminste, zo is het bij mij gegaan. En op een gegeven moment gedacht, nou, het kan me gebeuren wat er gebeurt. Ik wil dat getonder met dat liegen en dat getonder wil ik niet meer hebben. Ik wil nou eindelijk open kaart spelen. Ja. En toen heb ik in 1982, een soort vrienden en kennissenbijeenkomst met Nelly en de zoons erbij georganiseerd thuis. En gezegd, ik wil een lezing houden vanavond. Hoe gaat het zelfs al? Nou, 20:30 denk ik. Maar. En toen heb ik
vertel, jongens, luister eens. Ik wil niet zeggen dat ik in alles een leugenaar ben en dat er helemaal niks van me klopt. Ik heb me ook verdedigd, hoor. Ja. Maar die dingen, die soort verhalen, dat is allemaal nonsens. Daar klopt helemaal niks van. Ja. Daar wil ik vanaf. En op het moment dat je dat doet, dat is heel merkwaardig. Dan kun je niet meer terug. Hè. Je moet de waarheid in. Ja. Want je kan niet nog eens een keer de toer gaan opbouwen en dan weer het hele verhaal. Dus het loopt onmiddellijk, je steekt het door. Als je het lef maar hebt om het te uiten, is het geprikt, ballon. Ja. Nou, de ballon plofte dus. Maar toen zat ik wel met, wie ben ik nou eigenlijk? Ja. He? Want nou is die hele driftbuil die daar zit, waar komt die vandaan? Wat is dat allemaal? En toen ben ik gaan denken. En toen kreeg... Even nog, hoe oud je toen was? Hoe oud was je? In 1982, ik ben geboren in 27, dus toen was ik 55. Oh. Ja. Dus toen was het de eerste dat je als het ware door je eigen ballon heen prikte? De keizer die in je onderbroek liep? Ja, precies. Ja, nee, letterlijk. Zo was het. Dat was op dat moment. Ja. En vanaf dat moment heb ik een gevoel gekregen, ik wil mijn eigen geschiedenis gaan begrijpen. Want ik kan het nu, dacht ik, vrij geordend vertellen. Maar het was, daar kun je op rekenen, jarenlang volstrekte chaos in mijn kop met al die rarigheden thuis. Ja. Als die ballon dan leegloopt, wat blijft er dan over? Ja, dan blijft Frank van Rees zonder zijn opgeblazen troep over. En ja, nou, dan blijven eigenlijk de onvervulde idealen over, ook, denk ik nu je dat zo vraagt. Je hebt verlangens, bijvoorbeeld, denk ik, om te helpen problemen tussen mensen te voorkomen. Dat is mijn interesse, dat is nou eenmaal zo, of te genezen, of te herstellen, wat je het noemen moet. Zolang je met je eigen pathologie zit, wordt dat in ieder geval aan een aantal punten ingeperkt en belemmerd. Hè? Dat heb ik je gezegd. Je maakt fouten in je therapieën ook enzovoort. Dus je wil eigenlijk dan echt aan de slag gaan. En zuiver dat erin staan, in het werk. Dat is één ding. Dat is iets wat bij mij vaak opkomt als ik over jou lees of als ik naar je luister. Dat een verlangen om zuiver te zijn. Ja, en zuiver is voor mij in de eerste plaats is het twee dingen. Oprechtheid en geen leugens vertellen. Dus echtheid en waarachtig. Echt en waar. Het klinkt allemaal zo verschrikkelijk verzwommen. Maar dat is wat ik echt voel. Ja. Dat is ook mijn hele therapie. Zoals ik gewerkt heb, ben ik altijd heel erg gericht geweest op compassion, betrokkenheid en werkelijk proberen mee te voelen. Proberen te begrijpen wat die ander nou eigenlijk zegt. Tot in mijn visies op psychose toe en zo. Overal zit dat in mijn werk, zit dat erin, elke keer weer. En dat werd voor een deel belemmerd door die hele fantasiewereld die ik daarvoor had. En dat heeft dus in mijn praktijk een verandering van werken gebracht. Het heeft ook in mijn huwelijk veranderingen gebracht. Even nog, gaf het ook een soort toch van een opluchting ook? Enorm. Dat is. En een enorme energie kwam er vrij. Ja. Een existentiële opluchting bijna. Echt heel existentieel, Heel existentieel. Die ook niet de volgende dag weer verdwenen was, maar je had echt een schoon schip gemaakt. Ik was ontzettend opgewonden daarna, verschrikkelijk, letterlijk beverig en zo, dagenlang. Ook ontzettend benieuwd en wat mijn vrienden en wat mijn vrouw en wat de zoons en zo zouden beleven eraan, wat er gebeurde. Ik was doodsbang. En wat beleefde je daar? Wat ik eraan beleefde. Nee, wat beleefden die zoons en je vader? Nou, dat zou ik je zeggen, dat is nog niet eens zo erg leuk allemaal. Nelly was er ontzettend blij mee. En nu pas kort geleden is mij gebleken dat de oudste zoon met name heeft mij heel eerlijk verteld. Gezegd, ik begrijp best waarom je het gedaan hebt. Ik begrijp zelf wel dat het misschien niet eens anders kon. Maar heb je wel begrepen wat je ons aandeed ermee? Je twee zoons, want wij hadden een vaderbeeld. En dat vaderbeeld, dat werd er ten aanschouwen van allemaal vrienden en kennis die er zaten, pats ineens aan stukken geslagen als, het is gewoon een leugenaar die maar gefantaseerd heeft, die grote vader. Dat is helemaal die grote vader niet. En hij zei, we hebben ontzettende moeite, hij zeker ook gehad, om dat te verwerken. En dat heb ik met mijn stomme psychiatrische kop, zou ik haast zeggen. Dat is dan ben je zelf psychiater. En je stelt je het ideaal om zeker ook tegenover je kinderen in het reinen te komen. Ja. Terwijl wat je op dat moment doet, is tegelijkertijd een enorm letsel toebrengen.
Hè? Want je ontneemt die jongens ineens een heel beeld wat ze hadden. Wij gingen samen in Oostenrijk gingen we wandelen, gingen leerde ik ze een beetje bergklimmen op heel eenvoudig niveau. En dan dachten zij, nou ja, dat is die vader van de Matterhorn, zou ik maar zeggen. Hè? En dat was allemaal niet waar. Dus dat hele helder beeld wat ik hun weer had overgedragen, dat ondermijnde ik. En kwam je daar later pas achter? Pas, daar ben ik pas. Niet de dag erna dat je ineens dacht, mijn zoon, de kijker zo beteuterd. Wel, nee, helemaal niet. Want hoe reageerde hij op dat moment? Ze waren heel rustig, ze bleven heel rustig en luisterden belangstellend. Ja. En hebben helemaal niet laten blijken op dat moment dat er voor hun die pijnlijke kant aan zat. De jongste heeft het ook nooit gezegd, die was toen nog een paar jaar jonger ook. Maar de oudste heeft dat heel uitgebreid met hem besproken. Ja. En dat is inderdaad, vind ik, een psychotrauma wat ik hem heb toegebracht. Van geen geringe omvang. Het is een behoorlijk traumatische ervaring geweest. Want hoe zou je dat nu hebben gedaan? Eerst met hem hebben gesproken? Ja, tuurlijk. En nooit met anderen erbij. En kennissen erbij zelfs. Dat is natuurlijk eigenlijk, als je dat denkt, is volkomen idioot. Maar ik had kennelijk zo'n behoefte om van die last af te komen. Dat, wat we vaak zeggen, hè, jij komt lekker van de naaiheid af, maar nou zit de ander ermee, bij wijze van spreken. Ja. Natuurlijk was dat mijn opzet niet, maar het is wel zo inderdaad gedeeltelijk gegaan. Die enorme haat naar Duitsers en die onmacht, is dat ook overgegaan? Ja, maar dat heeft heel lang geduurd. Dat heeft verrekte lang geduurd. Ik liep altijd de Vierdaagse. En ik weet het voor het eerst kwamen op een gegeven moment in 80e jaren of zoiets, kwamen Duitse militairen bij. En die liepen dan te zingen. En die zongen, notabene, soms precies dezelfde liedjes als de Duitse oorlogssoldaten bij ons in Nederland zongen. En dat, wat voor liedjes waren dat? Das süße Mädel küsst man ja auf den Mund. En dan 3, 4. Zingen, ik krijg het weer, hè? Die houding. En dat doen ze precies zo nog. Daar loopt zo'n commandant naast en die zingt het. Ze zingen verrekt goed trouwens. Maar, en daar kon ik gewoon niet naast lopen. Dan kreeg ik de riedels. Terwijl ik met mijn verstand heel goed wist, deze jongens die zijn 18, 19 jaar, hebben er helemaal niets mee te maken. Maar ik kreeg er zenuwen van. En dat is pas overgegaan ergens in de 90e jaren op een heel merkwaardige manier weer op de Vierdaagse. Dan heb je de derde dag, heb je de Zevenheuvelentocht. Ja. En het was dat jaar heet. En dan loop je daar die heuvels op tussen die korenvelden door. Nou, dan gutst het zweet van je kop. Je wordt zo, tenminste, ik kreeg er erg veel last van. En ik kwam er op een gegeven moment boven. En ik was helemaal op, een droge keel en een leren tong. Ik dacht, ik kan niet meer. En toen stond er een groep Duitse soldaten. En die dronken water met ijs en citroen erin. Dat wist ik eerst niet, maar dat bleek. Want een van die Duitse soldaten die ziet mij boven komen, die ziet kennelijk hoe ik eruit zie. En die komt spontaan naar me toe en die biedt me zo'n glas aan. Kijk, nou krijg ik het nog bijna. En toen dronk ik dat en ik zag die jongen staan en ik. Ja, toen moest ik ineens huilen. Toen ik ineens dacht, jezus, dat is gewoon een Duitse soldaat, een verdomde aardige jongen. En toen was ineens, ook emotioneel brak het door. He? Daarvoor was het alleen maar verstandelijk. Je moet niet jonge Duitsers gaan haten die niks gedaan hebben. En zo. Maar dat gevoelsmatig kon ik dat nog niet meepikken. En toen brak het door. En daarna heb ik ook met Duitsers in het hotel in Nijmegen, waar ik dan altijd logeerde, heb ik kennis gemaakt, gesprekken gevoerd. En daar was een vent bij, dat was een neef van de goede, leuke Duitse president na de oorlog, even de bekende, von Weizsäcker. Vond ik een behoorlijke kerel, vergeleken met vele anderen. En daar zat zijn neef, die zat er ook, die liep ook de Vierdaagse. Daar heb ik mee kennis gemaakt, ben ik heel goede vrienden mee geworden. Ineens brak het allemaal door. En de relatie met je vader, hoe is dat nog bijgetrokken? Hij is gestorven, toen ben ik bij zijn sterfbed geweest. Ik was de enige die erbij was op het moment dat hij overleed. Toevallig, volkomen toevallig. En toen was hij heel vriendelijk eigenlijk op dat moment. Maar hij had wel een aantal merkwaardigheden. Hij had altijd gezegd tijdens zijn leven, ik heb nooit ergens spijt van. En wij mochten thuis niet zeggen dat we spijt hadden. We kregen een straf. Echt straf, dan kreeg je een klopje kop als je het zei. En toen heb ik op zijn sterven, heb ik hem nog gevraagd. Ja. Heb jij nooit ergens spijt van gehad? En toen zei hij nee. Dus in wezen bleef zijn houding, zijn manier van denken hetzelfde tot het laatste moment toe. Alleen hij was de laatste jaren veel milder. Hij kwam niet meer tot allerlei van die drift. Echt een uiteenzetting. Je zegt, we hebben elkaar echt begrepen. Nee,
Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat hij gevoeld heeft. Dat heeft hij nooit gevoeld. Hoe ver die eigenlijk door zijn heftige manier van doen. Ja, anderen op een afstand van hem zetten. Dat heeft hij nooit in de gaten gehad. En dat is mij dus bijna ook overkomen. Maar? Nou, ik geloof dat ik nu echt in de gaten heb dat ik krankzinnig tekeer ben gegaan tegen mensen. Heb jij er spijt van? Ik heb geen spijt van de manier, of geen spijt van de inhoud van waar ik tegen tekeer ben gegaan. De manier waarop heb ik wel spijt van. Ja. En dat kan je ook rustig tegen die mensen zeggen? Je hebt niet die, trauma is ook van je afgevallen? Ik heb het al meerdere keren gezegd, in het openbaar ook, dat het me verschrikkelijk spijt dat ik zo tekeer ben gegaan. Dat ik mensen voor SS'ers heb uitgescholden waar het niks op sloeg enzovoort. Ja, ben je ook naar die mensen persoonlijk toegegaan? Oh ja, diverse van de mensen wel. Ja. Maar dat zijn toch wel mooie principes? De principes zijn spijt. Mooi. Spijt en biecht. Ja. Ik heb vaak gezegd, dat meen ik echt, en nog, ik ben zelf dus agnost, hè. Maar ik heb zelf het gevoel dat de biechtafschaffing een grote fout is geweest. Ik denk dat de biecht, zoals de katholieken dat deden, voor veel mensen van erg veel belang kan zijn. Dat ze er veel aan hebben. Of je dat dan verklaart vanuit een religieuze dimensie of een psychologische dimensie, dat is een tweede zaak. Maar ik denk dat het heel raar is dat die biecht zo verschrikkelijk is ontwaard op een gegeven moment. Ja. Het is gewoon het feit dat je tegen een ander iets echt kunt zeggen wat echt betekent. Geen flauwekul. Rotsmoesie zeggen, dan heb ik ook gebiecht. Nee, echt de wezenlijke dingen waarmee je zit. Als je dat met iemand kan delen, is dat heel belangrijk, denk ik. Een agnost is iemand die zegt dat je niets over God kan zeggen vanuit de mens. Nee, een agnost is iemand, vind ik hoor, je kan ook over de definitie natuurlijk weer gaan strijden met elkaar, maar een agnost is iemand, die, zo zie ik het, die zegt over de transcendente vraagstukken, over de metafysische vraagstukken, over de spirituele vraagstukken, dus buiten het direct zintuigelijk cognitief herkenbare, kan ik nog in de ene, nog in de andere richting zekerheden geven. Dus als iemand zegt, ik geloof dat God bestaat, dan zeg ik, nou, dat geloof jij. En wie ben ik om te zeggen dat het niet zo is? Dat kan ik niet. Ja. Als iemand zegt, God bestaat niet, dan zeg ik, nou, dan geloof jij niet dat God bestaat, maar wie ben ik om te zeggen dat dat zo is? Ik kan dat echt niet zeggen. Het is niet een onwil, ik kan het echt niet. Voor mij zijn die grensvragen, die finale vragen die er gesteld worden, die lopen altijd uit op als je in discussies gaat, op ja, maar uiteindelijk heb ik toch de overtuiging dat. Mm-hmm. En die overtuiging die kan je nooit rationeel, mathematisch, logisch of weet ik wat, bewijzen. Nee. Maar je kan tegenovergestelde ook niet. Nee. Je zou kunnen zeggen, het geloof is die brug om in die andere dimensies waar je niks over kan zeggen, toch te komen. Ja, dat bestaat, dat geloof. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Of dat overeenkomt met de wat de werkelijkheid de FNB biedt, weet ik niet. Maar dat weet ik niet. Ja. Maar dat is dus, het geloof kan die grens overbruggen. Ja, het geloof overbrugt die grens beslist. Ja. Voor de mensen die dat geloven. Ja. Maar jij bent niet gestimuleerd in dat geloof geworden? Nee. Zowel als ware. We helemaal teruggaan tot je jongensjaren? Nee. En ik geloof ook niet dat het. Kijk, dat is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag, maar wat beleeft een kind? Ik geloof niet dat, laat het zo zeggen, ik geloof niet dat religies, dat je die gelijk mag gaan stellen aan Sinterklaassprookjes. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel dat een klein kind Sinterklaassprookjes aanneemt. En ik denk dat een kind dat te klein is, 2, 3, 4 jaar, als je die gaat vertellen over de schepping en weet ik wat, dat eigenlijk, althans zeker verstandelijk gezien, dat kind er helemaal niet meer weet waar hij het over heeft. Het brengt dus een bepaald gevoel bij. Of dat goed of slecht is, laat ik helemaal in het midden, maar ik geloof niet dat je kan zeggen dat is een echt doorleefde, op gronden gestoelde overtuiging in dat kleine kind. Dat is het niet. Het is een aangeleerd patroon. Wat later ingevuld kan worden met een werkelijke religieuze diepgang. Of juist niet. Nee. Dat kan. In de eerste jaren heb ik dat kindergeloof gehad. Ja. Want je moeder las dan stiekem vooruit de Bijbel. Ja. Herinner je nog een verhaal?
Nou, een van de verhalen die natuurlijk voor mij enorm indruk heeft gemaakt, dat was het verhaal van Simson die de tempelpilaren stuk drukte. Oh, dat sprak je wel aan. Ja, natuurlijk sprak ik precies. Dat, ik moet er wel van lachen op dat ik het zeg, want dat past precies in de verhalen natuurlijk. Ja, hè? Ja, ja. Maar er waren wel meer. Wat ook een beeld is, ik weet niet waar, ergens is een verhaal dat Jezus... ik geloof zelfs met een schaapherder of zo ergens loopt. Mm-hmm. Dat was een goede herder. Jezus de goede herder. Ja, precies. Nou, ja. Dat heeft enorm, ook enorm indruk op gemaakt. En dat is het, dat gevoel wat daar nog bij zit. Ik herinner me het verhaal inhoudelijk helemaal niet meer. Nee. Maar dat is inderdaad wat ik denk dat ik nu Benelli heb gevonden. De veronderstelling is dat ondanks alle rotzooi die ik in mijn jeugd heb gezien thuis... bij mij dat er een heel mooie liefdesrelatie van mijn moeder met mij geweest is. Dat mijn moeder echt van me gehouden heeft en dat ze dat ook heeft geprobeerd op haar manier aan te bieden. Mm. In die strijd thuis. En die voorzichtige manier van liefde bieden, die herken ik nu in Nelly. Niet in de religieuze tekst, maar ik herken datzelfde gevoel. Mm. Dat zit er ook. Nelly heeft voor mij iets... toch wat dat betreft van de liefde van mijn moeder ook. Als je nu terugkijkt op je leven. Ja. Eindelijk volwassen geworden. Ja. Wat is dan de grote les? Wat is de grote les uit mijn leven? Dat vind ik vreselijk moeilijk wat je dan vraagt. De grote les. Er zijn een aantal lessen die ik... Mm-hmm. Ja, de grootste les is voor mij geweest dat je je verstand niet moet overschatten. Dat je de eigen begrenzing moet kennen. En dat heeft enorme betekenis ook bij de manier waarop je met anderen omgaat. Als je zelf meent het te weten of het juiste inzicht te hebben... of eeuwige waarheden te bezitten in de dogmatische zin van het woord... Mm-hmm. dan geloof ik dat erg gevaarlijk vind. En dat heb ik veel omheen gezien. De wereldoorlogen zijn voorbeelden van partijen die menen alle twee gelijk te hebben... en het gelijk tot met geweld willen doorvoeren. Maar datzelfde zat bij me thuis. En diezelfde neiging kreeg ik op een gegeven moment. Ook weer zo de bedweter en de grote deskundige te zijn. Ik moest bepalen hoe de psychiatrie liep. Ik wist hoe het moest allemaal. En daar maak je een heleboel brokken mee. Dus de grootste les uit mijn leven is geloof ik... de beperking van je eigen grenzen te zien. En ik denk dat daar, als je dat maar kunt... als je dat in de gaten kunt houden waar je grenzen liggen... dat je dan een goede kans hebt dat je wel eens wat positief kunt doen. Heb je idee waar jij de meeste indruk op me hebt gemaakt? Nee. Nee. Je eerlijkheid. Toen nou, jij... dat vind ik geweldig als je dat zegt. Ja. Toen ik over je las en het televisieprogramma zag, toen werd ik ook diep geroerd door iemand die wilde zeggen, ja, ik ben een keizer in een onderbroek. En, ja, dat is zo. Ja, en dat was voor mij zo...